Zo oud word ik vandaag. Dat wil zeggen dat ik in mijn kop halfweg in mijn leven ben. 45 jaar, als ik zie wat een evolutie dat mijn leven heeft gemaakt de voorbije 45 jaar, waarbij dat je waarschijnlijk de voorbije 20 jaar dat pas actief en bewust hebt gedaan, dan kan ik niet wachten om te zien wat die volgende hopelijk 45 jaar gaan brengen. En of dat er nu 45, 25, 30 of weet ik veel wat zijn, dat maakt niet uit. Ik kijk er enorm naar uit om te zien hoe dat mijn leven nog verder gaat evolueren. 45, ik heb nog altijd het gevoel dat ik aan het begin van mijn leven sta. Ik heb al veel beleefd, ik heb al veel veranderd in mijn leven. Ik heb een topvrouw, ik heb twee topkinderen die super pittig zijn. Dat is nu lastig, dat gaat later tof zijn. Ik heb een toffe job. Ik ben gelukkig, ben niet rijk en ik ben niet arm. Dus ik ben gewoon tevreden. We wilden nog meer hebben. Ik hoop gewoon dat ik de volgende 45 jaar qua emotie een beetje een status quo kan hebben. En dat ik qua zelfontplooiing, groeien, ontdekken, evolueren, dat ik daar nog volledig af van kan gaan. Alleen en mijn madame. Het was natuurlijk een team. Ik heb een paar goede vrienden. Ik ben er veel kwijtgespeeld. Ik heb er een aantal bij gekregen. Vrienden komen en vrienden gaan. Dat is zo in het leven. Daar moeten mee leren omgaan. Maar de mensen die daar rondom mij staan, die close bij mij staan, zijn er niet veel. Maar die koester ik heel hard. 45, dat maakt het ook gewoon simpel ouder worden. Dat maakt het leven simpeler. Je weet wat jij wilt en dat is veel gemakkelijker om in het leven te staan. Je weet wat nog beter is. Als je 45 bent, dan weet je vooral wat je niet wilt. En dat maakt het gemakkelijk. Als je iemand tegenkomt, je vindt dat geen toffe, even goede vrienden, carry on. Ik focus me wel op de mensen of op de dingen die ik wel leuk vind. Toen ik 18 was, 14, 16, dan wilde je met iedereen overeenkomen, alle balkjes in de lucht houden. Dat toon ik niet meer. Jij bent een toffe, jij mag blijven. Jij bent een lul, jij mag het uitbollen. Ciao. Ik geloof ook niet in een status quo. Ik zeg wel dat ik op emotioneel vlak een beetje status quo wil hebben. Dat is omdat ik al wel wat pieken en dalen heb gehad. Maar ik hoop ook dat de volgende 45 jaar op een of andere manier turbulent gaan zijn. Want ik zeg altijd, geen pieken zonder dalen. Allee, dat zeggen heel veel mensen. Maar ik vind dat zeer belangrijk. Want daaruit, het hoogtepunten en dieptepunten, daar leer je uit. Daar word je emotioneel, mentaal sterker van. Je eigen challengen, de mensen rondom je challengen. Dat vind ik super belangrijk. Dat is iets waar ik met Liene tot nu toe in die 15 jaar of 16 jaar dat we samen zijn, dat wij eigenlijk constant doen. Dat is elkaar op een positieve manier in vraag stellen en uitdagen en zien waarin dat we kunnen optimaliseren. En dat vind ik fijn. Ja, we wilden nog meer. Ik ben gewoon gelukkig en ik hoop dat dat zo blijft. 45 in mijn kop is uit 18, het nieuwe 18. Dus ik ga mijn tweede puberteit in. Hou je vast, ik kom eraan.